Een goedemorgen. Wim en Simon. Aangenaam, welkom in Tongeren. U bent hier niet zomaar. François Mullenaers heeft een kleine boodschap voor jullie. François, ik ga jou de uitleg laten doen. Ja, ik heb je op een bepaalde manier naar hier moeten lokken, want anders had je natuurlijk op voorhand geweten. Dit jaar gaat dus de uitreiking van beste speler en beste club, beste scheidsrechter, beste beloftekoppel, gaat fysiek niet door, maar er worden dus individuele opnames gemaakt. En jullie zijn uitverkoren als beste beloftekoppel van het jaar. Applaus, dus sorry dat ik jullie een beetje om de tuin geleid heb, maar het was voor het goede doel. Jij mag de trofee geven. Goed. Laat ze niet vallen. Nee, ze zijn van glas, ze zijn veel te mooi om te laten vallen. Ja. Alsjeblieft. Er is, proficiat, hè. Merci, ja. Ja, geen landje. Er horen ook, pas op, er horen ook bloemen bij en een fles wijn van de sponsor. Wim, eerste reactie met deze toch wel erkenning. Ja, het is een verrassing, alleszins. Het was een goede list om ons daar hier te krijgen. Heel tevreden en heel blij naar een goed seizoen toch, denk ik wel, gefloten. Heel veel geleerd en heel veel ervaring opgedaan. Ik ben heel tevreden. Is er nog iemand die je wilt bedanken? Vooral mijn collega Simon, ja. Om samen met mij een nieuw koppel te vormen, het afvakken van mijn vorige partner. En evenveel enthousiasme als ik om zo hoog mogelijk te geraken. Ja. Dankjewel. Simon, uiteraard dezelfde vraag voor jou. Je bent blij, neem ik aan. Ja, heel blij. Ja. Ik ben eigenlijk aangenaam verrast. Het is... Het is wel iets waar de beloning op een, toch nu 3 jaar dat we samenwerken met Wim. En dat we zeggen van, waar stoppen we? En eigenlijk willen we niet stoppen, maar we willen eigenlijk zo ver mogelijk geraken. Dus het is een mooie beloning en eigenlijk opnieuw een motivator om eigenlijk nog verder te gaan en nog beter ons best te doen. En het is... Wil je als winnaar ook iemand bedanken? Goh, eigenlijk Wim, dat je iedere weekend 3 uur mijn gezever moet wel horen in de wagen. En dan eigenlijk de begeleiders, de scheidsrechterbegeleiders eigenlijk, dat is eigenlijk een grote meerwaarde voor ons. Toch voor mij en voor Wim ook, ben ik zeker. Dan die mensen eigenlijk ook ieder weekend klaarstaan om ons verder te helpen en te assisteren eigenlijk. Zowel mentaal als het spelletje. Op het veld. Dus, bij deze, dan... Goed jongens, proficiat, het is verdiend. Veel succes nog in jullie verdere carrière. Dank u wel. Dank u wel. Merci.